Ik ben wel veel op straat geweest, gewoon zeg maar. Je weet toch, that's it, laten we het daarop houden. Je weet toch, eigenlijk wou ik daar niet meer rappen, man. Je wou daar niet meer rappen? Je moet je voorstellen dat iemand die je hele leven kent, dat die opeens loser is. Vandaag in Spotlight, Yo Silvio. Ja, een van de grootste rappers van het moment. Een lang verwachte album, die komt eraan. Helle cash. Maar ja, wat schuilt er achter een man met twee gezichten? Daar gaan we vandaag achter komen. Dit is Spotlight. Spotlight. Joost, welkom. Youssef, welkom. Jongen, leef. Ja. Hoe is het? Tjallas, man. Hoe is het met jullie, boys? Goed, man. We hebben altijd een leuk cadeautje voor onze gast die langskomt. We hebben iets heel bijzonders voor jou gedaan. We zijn er heel lang mee bezig geweest. Okay. Ik hoop dat je het leuk vindt. Echt, mensen, ook, man. Mensen hebben echt gewoon... Hun hele dagtaak was gewoon dat. Jouw cadeautje gewoon. Bro, dit is pas Skittle-stacking. Dit is pas Skittle-stacking, neef. Alle kleuren van money, hè? Jullie zien het, hè? Ja. Welke vind je het lekkerst? De groene, hè? Ja, de groene, maar eigenlijk moet ik de paarse het lekkerst vinden. Waarom? Die zijn 5 bar kitten. Ja, maar die groene zijn gewoon lekker. Maar die groene en die gele, man. Ai, man. Nou, je mag hem meenemen naar huis. Ik hoop dat je er blij mee bent, man. Ja, maar ik neem hem zeker mee. Maar met Skittle-stacking bedoel je dan echt gewoon, je weet toch? Gewoon doekjes stacken? Bro, als je echt letterlijk kijkt, man, bro, alleen de vijfjes zitten niet tussen, qua kleur. Hey, Youssef, hoe moeten we je eigenlijk noemen? Ja. Mij maakt het niet uit, man, broer. Waar jij je zelf comfortabel bij voelt. Je hebt wel echt een lange naam. Joost, Theo, Silvio, Youssef, Abdelghalil. Zeg ik het goed? Abdelghalil. Abdelghalil. Dou. De Whip. De Whip. Ik vind Youssef het mooiste daarvan. Ja, alle Nederlandse namen hebben bij mijn moeder een betekenis en de Arabische namen hebben bij mijn vader een betekenis, zeg maar. Dus zo, man. Maar is het dan ook zo dat de blanke mensen jou Joost noemen en de buitenlandse Youssef? Of? Ja en nee, man. Er zijn ook genoeg blanken die me gewoon Youssef noemen en genoeg mokros van mijn buurt die me Joost noemen gewoon, zeg maar. Je weet toch? Dus het is gewoon heel verschillend, man. Hey, nu heet je Yo Silvio, dat is je artiestennaam. Ja. Maar er was een tijd dat je door het leven ging als JP. Hoe lang was dit geleden? Dit is denk ik een half jaar voor Lehnesh dat ik nog JB was of zo, of een klein jaartje voor Lehnesh. Dus eigenlijk niet lang voordat niet je lang echt geleden, doorbrak? Nee man. Ja, maar je hebt ook muziek gemaakt onder JB. Ik heb, ja man. Zo'n naam al... Dat is het enige wat ik heb uitgebracht, man. Dat is een naam obsessie onder JB. Ik heb wel liedjes gemaakt, maar het is nog nooit uitgebracht. Als ik misschien aan de schaal van liedjes moet misschien 15 of 20 liedjes of zo ooit gemaakt. Eigenlijk wou ik daarna niet meer rappen, man. Je wou daar niet meer rappen? Na die Zo'n naam obsessie en daarvoor eigenlijk niet al, je weet. Dus eigenlijk ging ik een soort van erin en rond die periode kwam ik, net daarvoor kwam ik Esco ook weer tegen, je weet toch, dus ja. Het was allemaal een beetje mijn tap of zo, man, je weet toch, ik had het achter me gelaten, maar het is... Dus jij was op die leeftijd, had je eigenlijk nooit besloten van, hey, ik ga serieus... Ik had nooit verwacht in mijn leven dat ik... Ik heb nog nooit zoveel geld verdiend zoals wat ik nu verdien met muziek maken, je weet, ik had nooit in mijn leven verwacht dat ik die doekoe zou maken met muziek maken. En hoe komt het dan uiteindelijk dat je die switch toch hebt gemaakt van JB naar Yo Silvio? Esco, man. Esco zei, fuck die naam als Sahdi, man. Gemati, fuck jou. Je weet dat? Hoe ging dat dan? Jullie zaten samen in huis? Toen zaten we samen, pakten we al die namen waar je het net over had. En toen hebben we Joost en Silvio gewoon samengevoegd. Echt? Yo Silvio, ja, man. Dat was het, dat was het, man, broer. Wauw. En waar had je eigenlijk Esco voor het eerst ontmoet? Esco heb ik op de middelbare school ontmoet, man. Toen samen in de klas? Of? Nee, man. Ik zat in de vierde, hij zat in de derde. Ja, gelijk Rowena gewoon, man, broer. Gewoon. Esco was net als ons gewoon probleemkind. Je weet toch, ze niks heeft met een probleemkind. Of dat is probleemkind. We waren gewoon lauwe boys, je weet toch. Maar jullie hadden toch wel een connectie met elkaar gelijk. Ja, man. En dat komt... Ja, we gingen jonkels roken, chillen. Esco kwam van Almere, een andere plek. En hij was nog met een andere mattie van me, Willem. Naar wie ik ook die shout-out gooi in Skittle-stacking. In de back van de Mary, ik kom nog steeds met Caferi. En werd een monster of future. Shout-out naar mijn nigga Willem, meis. Eindstand zijn we allemaal van school gestuurd. En, Esco maar, ook? Esco ook, ja, man. Ik als eerst, daarna Willem en daarna Esco. Echt week. Ik dacht, zo ging het. Esco was echt de eerste persoon aan wie ik liet horen dat ik rapte. Met Sam eerst, met Sam stem. Sam wist altijd van mij ik rap. Ik wist van Sam hij rapt. We rapten samen zo een beetje stiekem in de gang. Tjallas, papapap. Niemand hoeft dat te weten van ons, je weet toch? Yeah. Eeuwen. En toen kwam Esco en Esco was sowieso heel open en chillings en hij had alleen maar beats. Vanzelfsprekend dat je dan een keertje gaat rappen, hebben we een paar pokoes gemaakt. Toch? Was jij ook wat meer onzeker vroeger? Nee, ik heb wel altijd scheid gehad, man. Yeah. Want je weet toch, ook een appie, een lijpen, je weet toch met wie ik in een trap was of zo. Je weet toch? Ik spit gewoon ook als die beat aan is, gewoon chillings. We zijn aan het, je weet toch, vibe, dat wel, maar ik ga niet iets uitbrengen, je weet toch? Dat zei ik ook tegen Esco en je moet dan begrijpen dat die derde pokoe Lehnesh was.
Dus ik vind het ook goed dat ik altijd heb gewacht met mijn shit, begrijp je? En op het moment dat het gebeurde, gebeurde het. Gebeurde het ook gelijk goed. Ja. En hoe reageerden mensen, zeg maar, je familie, vrienden, hoe reageerden die erop, zeg maar, dat jij bezig was met muziek en dat... We weten dat ik altijd toch gewoon een beetje rap, zeg maar. Dus toen ik soort van serieus eventjes die eerste periode ging rappen, toen zeiden hun wel fucka, je weet toch? Vooral toen Lehnash online kwam, weet je. Kijk, iedereen weet wie ik, hoe en wie ik ben in mijn familie. Je weet toch, ik verschuil niks voor mijn familie. Dus wat je mijn muziek hoort, weet hun al. Maar ja, als dan opeens de hele wereld die pokoe hoort en weet hoe jij bent. Bedoel, is wel eventjes een beetje, je weet toch, voor jouw ouders en voor jouw sissa's en zo. Je weet toch, is niet zo lauw soms, je weet toch? Maar ja, het zou het is, man. En nu is iedereen mijn grootste fan eigenlijk. Je weet toch, nu hangen de platen bij mijn moeder Osso, mijn vader Osso. We hebben van goede vrienden van jou gehoord dat je echt een familieman ook bent. Ja, man. Hoe komt het, die drang dat je toch echt met je familie wilt gaan? Familie staat op nummer 1, man, broer. Het is het allerbelangrijkste, man, broer. In welke dagen dan ook is mijn moeder er altijd voor me geweest, snap je? In wat voor, in haar donkerste dagen is ze er voor ons geweest. Snap je wat ik bedoel? In tijden van dat ze goed zat en in tijden dat ze niks had, je weet toch? Ja. En mijn vader heb ik ook gewoon een speciale band mee. En datzelfde geldt voor mijn zusjes en voor mijn broertjes en iedereen, je weet toch? Dat is gewoon, ik kan niet begrijpen als dat voor iemand anders niet op nummer 1 staat. En jouw moeder is volgens mij helemaal trots. Zij heeft ook de muziek met een paplepel erin gegoten vroeger, volgens mij. Ja, zeker. We hebben ook nog een heel bijzonder filmpje gevonden. Ik weet niet welke. Hij zegt meteen, heeft toch gevonden. Laten we heel even kijken. Dit was vroeger de 101 bar. Dit was vroeger de 101 van vroeger, zeg maar. Niemand weet het, maar zometeen weet u het allemaal. En zingt u het ongetwijfeld binnenkort ook mee. En het is een nieuw gezicht in op volle toeren. We zijn blij dat ze er is. Hier is ze, Lia Beesten. Oh, dat is mijn moeder, hè? Ja. Hoe oud was ze hier? Hier was mijn zus nog niet geboren, man. Hier was volgens mij 20, man. Want jij was al wel... Nee, man. We waren er alle twee nog niet. Mijn moeder is gelijk gestopt na ons te krijgen. Ben je trots als je dit doet? Ja, man. Zij heeft hier ook een plaat van thuis. Gewoon echt een plaat, een single, ja, man. Moet je niet ooit een collab gaan doen met je moeder ofzo? Ja, man, bro. Dat ga ik ook sowieso doen, man. Ja? Dat staat sowieso nog op de bucketlist, man. In het nummer, mama zei ook het volgende. Het is mooi van alles. Je bent ook mijn mattie, je bent ook mijn brada, je was ook mijn paps. Ja. Miste je vader ook tijdens je jeugd? Ja, man. Mijn vader was van mijn 12e tot mijn... Totdat Lehnash uitkwam was hij in Egypte, man. Ja, hoe komt dat? Beetje omstandigheden en zo, je weet toch wel, Tories, je weet toch, maar hij was gewoon 10 jaar daar, man, zeg maar. Weet hoe hielden jullie, zeg maar, onderling contact? Hoe had jij contact met je vader in die periode? Ik was van mijn 12e tot mijn 15e was ik niet naar Egypte gegaan, dus ik had hem wel een tijdje. En je zou denken 3 jaar, joh, kan. Je weet toch, maar het, van je 12e tot je 15e is wel een bepaalde leeftijd, je weet toch? Dus dat zat wel, je weet toch, zat wel een beetje dwars natuurlijk, je weet toch? Ja. En op die tijd word je een man, alles. Dus dat is wel, ik heb mijn vader wel een hele lange periode gemist, je weet toch? Ja. En, maar nu, alhamdulillah, je weet toch, hij is hier. Mijn sissa's van Egypte zijn hier. Mijn stiefmoeder komt binnenkort in Shadla, je weet toch. Dus we zijn gewoon met alles goed. Maar hoe kwam, omdat je vader juist niet thuis was, was jij dan ook meer de man in huis? Uiteindelijk is die rol zo een beetje... Sowieso, ja toch. Tuurlijk, man. Mijn moeder is sowieso... Kijk, mijn moeder is sinds ik 10 ben alleen ook, je weet toch. Dus al 15 jaar alleen, je weet toch. Dus ook geen andere man in haar rol. Ik ben de oudste man thuis. Precies, je weet toch, mijn zus ging al uit huis toen ik 15 of 16 was, denk ik. Ja. Kijk bro, ik ben blij met wie ik ben, snap je? Ja. Ik ben blij met wie mijn ouders zijn, ik ben blij met hoe hun mij hebben opgevoed, ik ben blij met alles, begrijp je? Alhamdulillah, dat sowieso. Maar je weet toch, het heeft mij wel natuurlijk bepaalde dingen in mijn jeugd laten doen, bepaalde dingen laten, dat kan je ook terug horen in mijn muziek allemaal. Broer. Ik rap erover, ik wil er niet zo letterlijk over praten allemaal wat ik heb gedaan in mijn jeugd, snap je? Ik ben wel veel op straat geweest gewoon, zeg maar, je weet toch? That's it, laten we het daarop houden, je weet toch? Maar ondanks dat ben ik wel nu vandaag die ik ben, je weet toch? Ja. En daar ben ik hartstikke trots op. En ik weet ook dat als ik geen muziek had gemaakt, dat ik ook miljonair zou worden. Dus je weet toch? Je zei net dat die band nu met je vader, in contact is nu helemaal goed en met familie sowieso, en alles. Heb je hem wel eens gewoon verteld van, hé, pap, ik had je in die tijd ook wel graag willen zien? Tuurlijk. Maar kijk, ik en mijn vader lijken heel erg veel op elkaar, je weet toch? Qua denken, qua doen en juist door bepaalde dingen die hij misschien een beetje fout heeft gedaan, weet ik ook wat ik zelf niet moet doen, zeg maar. Je weet toch? Hoe zou je jezelf eigenlijk omschrijven voordat je met muziek begon? Jongen van de straat, maar ik heb altijd mijn verantwoordelijkheden. Ik weet altijd mijn verantwoordelijkheid, bro. Je moet zorgen dat je altijd een vast salaris hebt. Je moet altijd zorgen dat je wel je ding doet. Je weet toch, je moet niet roekeloos. Ik snap dat je roekeloos bent of kan zijn. Je weet toch, dat ben ik ook geweest periodes. Maar je moet wel je hoofd er soort van bijhouden, zeg maar. Snap je? In een nummer ook volgens mij Onderweg heet hij. Rap je het volgende. Oh. Kleine jongen van de buurt op zijn kicks. Wanneer naar school vond het niks. Verliefd op doof, fucking bitch. Kleine jongens worden groot rippen.
Uit het niks. Was je echt op zoek op de straten, zeg maar, naar iets? Was je op zoek man, broer. Huh. Je weet toch, broer, rijk ga je niet worden van 9 tot 5 werken of van pizza's bezorgen of... je weet toch, broer. Ja. Heb je ook gedaan trouwens? Tuurlijk man, bro. Ja man, sowieso. Ik ben Egyptenaar, broer. Ik was sinds mijn 16e tot misschien 20 of zo, 19, hoe bedoel je? Je weet toch, gelijk trabajo, broer. Wat denk je? Ja, normaal, broer. Moet. Laten we het even hebben over je vrienden. Die zijn namelijk heel erg belangrijk voor je. Uh-huh. We hebben ook een fragment van de first show. Bij ons in de uitzending. Je weet toch, ik heb mijn mensen met wie ik altijd ben geweest. Je weet toch, heb ik gewoon om me heen nodig. Een van mijn mannen zit nu ook hier in de back gewoon. Je weet toch, die ook voor mij voorskeren tijden er was. En begrijp je wat ik bedoel? Precies, en dat is wel voor mij heel belangrijk. Want ik heb die mensen die dat nog leven. Of je weet toch, je ziet het nog om jou heen gebeuren. Je hebt dat nodig voor je, je weet toch. Anders kan ik niet mezelf zijn ook of zo. Ja man. Je was ook op slippers die dag. Ja man. Rustig, was warm toch? Ja toch? Maar die vrienden die je van vroeger al kende, die zijn nu nog steeds gewoon bij je. Ja man, broer. Maar dat zie je bij veel andere mensen, die dat toch veranderen. Die krijgen dan, die gaan eenmaal geld maken. Ze krijgen rijke vrienden. Andere vrienden, dat is het. Hoe komt dat je moeten met z'n allen rijk worden toch, broer? Ja? Ik en mijn gang moeten rijk worden, niet alleen ik. Het is toch kaka. Ja. Als ik kan shoppen en ik en mijn mattie niet. Al kan ik alles voor hem kopen, is toch niet lauw, je weet toch. Hij wil toch ook, je weet toch. Chopper, die jongen woont al. Sinds ik 11 ben, woont hij bij mij in de straat. Die is nu mijn tourmanager geworden. En voor mijn andere Matthias, die rijdt ons gewoon. En die andere boys die meegaan, zijn gewoon mijn goonies in de back, broer. Die gewoon al sinds day one met mij zijn, je weet toch. Ja. Dus loyaliteit is voor jou ook belangrijk. Ja, tuurlijk man, broer. Je weet toch, en ik moet gewoon voor... Kijk, dat wat ik ook net zeg, ik zorg dat iedereen gewoon iets eruit kan halen wat we nu doen, snap je? Ja. Niet alleen ik, man, broer. Ja. Je nummer Oost-West Thuis Best, gaat het over het verlies van een van je beste vrienden. Ja. Ik zal het wel vullen. Ik was alleen maar met mijn Mattie en opeens was je weg. Uh-huh. Wil niet meer denken aan dat en ik zie je familie denken wanneer kijken ze naar mij. Ik ben nog steeds in de wijk. Ik ben nog steeds op die plek. Ik rij nog steeds langs het plein. Ik rij nog steeds langs je osso en elke dag doet het pijn. Wil niet meer denken aan vroeger, dat maakt me ziek in mijn brein. Wat heeft dat verlies voor jou betekend? Ja, broer, je moet je voorstellen dat iemand die je hele leven kent, met wie je alles hebt gedaan wat je kan bedenken, dat die opeens loezo is. Ja. Ja, is moeilijk. Ja, ja. En heeft dat jou ook veranderd als mens zijnde? Tuurlijk man. Ja, ja. Man. Ja. Hoe oud was je toen het gebeurde? Ik denk dat ik 20 was. En is dat 21 ook? Man. 21. En is dat ook misschien dan een reden geweest waarom je nu extra graag ook je vrienden erbij willen hebben? Dat ze ook met je mee kunnen leven? Ja, tuurlijk. Weet je hoe, broer, deze boy, weet je hoe vet hij rappen vond? Hè? Als hij dit had kunnen zien, man, broer. Hm. Ja, man. Ja, man. Ik denk dat het tijd is voor de comments. Ja, dat zal ik zeggen. Ja. Lees je veel comments? Als het uitkomt altijd, man. Wanneer het net uitkomt, dan check ik het, je weet toch? Ja. Maar daarna, wanneer alles op een halve milli of op een milli zit, zeg maar, dan laat ik het los altijd. Nou ja, lees het eerst maar voor, man. Zijn haarlijn eindigt wel in Egypte, man. is kleding en hoe je... is kleding. Nee, zo, ja, maar het gaat snel, man, bro. Yo, je moet ga je geen implantaat met z'n nemen. Ja, deze zieke amateur. Gewoon petje, barba, dik. Kaal. Ja, nooit haarimplantaten. Ja, ik denk het niet, man. Ik denk dat ik gewoon kaal ga, joh, broer. Ja, maar zo'n on top, ja. Maar is het belangrijk voor jou dat je, weet toch, goede kleding hebt? Als ik zo kijk, ik zie Icy daar. Ja, maar kijk, broer, we zijn rappers toch nu? Je bent er wel echt mee bezig. Dus het is wel echt belangrijk voor een artiest om gewoon... Ja, maar ik vind dat wel. Ik denk dat je voorkomt als je het hele plaatje wil laten kloppen, dat het wel belangrijk is. Ja, maar sowieso. Veel taks, oké. Hoe die sessie begint, zegt al genoeg een van de hardste rappers op dit moment. Love, man. Vind jij jezelf de beste rapper op dit moment? Ik vind me zeker een van de beste, man. Ja. Ja, man. Wie staat nog meer in die top? Het ligt eraan over welke genre je praat. Want ik denk dat niemand op het moment iets op Boef heeft wat betreft die punchline raps. Ja. Ik denk dat niemand iets op Seven heeft als je het over Seven's en Sound gaat hebben. Maar niemand heeft iets op mijn sound ook, broer. Laten we gewoon eerlijk zijn. Noem iemand die als mij is. Jouw lijns zijn niet per se Ik ben niet op gekke lijns, nee, maar ben ik ook niet op. Maar de manier waarop je ze brengt, de flow die je neerzet, ja. Heb ik nog niet teruggehoord in Nederland, man. En dat jou, zeg maar, nu maakt. Ja, toch? Philip Plein, Jo Silvio Starter Pack, je weet toch... Zeggen eind van elke drie zinnen. Film me, bruh. Trina. Pokoe met lyrics.
Ben met de strijders en piraten, geen tijd voor een pitch. Zie die IBA's weer, rij rondje door je buurt. Okay. Ja, ben je hiervan bewust, man? Ja. Bepaalde gewoontes. Dat ben ik ook, ja. Maar dat is ook mijn lifestyle, man, broer. Ja. Ik ben met piraten, ik heb geen tijd voor bitches, broer. Je weet toch? Een vrouw is iets heel anders dan een bitch in mijn ogen. Je weet toch? Dus als ik zeg, ik heb geen tijd voor bitches, don't get it twisted. Je weet toch? Ik ben genoeg met vrouwen. Je weet toch? Wat zegt hij nog meer? Ik zie die Iba Ashweer, ja. Die Iba, als je mijn Snapchat stories in de gaten houdt, dan zie je dat ik helemaal ziek word van ze. Dus ja. Ja, leg eens uit. Ja, ze houden je gewoon aan, toch? Word je vaak staande gehouden? Je rijdt nu wel in een aardige bak. Ja, dan word ik nog vaker staande gehouden, inderdaad. Maar ja, nu man. Nog steeds, anno 2018, speelt die shit nog steeds. Tuurlijk, man. Maar je weet toch, bro, ik wil niet die voormannetjes zijn van, oh ja, prit. Je weet toch, bro, laat ze lekker doen. Weet je wat het is, bro? Ik doe zo. Meneer de agent, ja toch, is goed meneer de agent. Ik doe nog zo uit die raam expres. Lekker, ga maar kapot man. Hier is mijn rijbewijs, alsjeblieft man broer. Charles. Krijg je veel boetes? Nee man, flitsmeister man. En ik ben gewoon scherp man broer. Je moet gewoon niet harder dan die 50 rijden. Niet harder dan 50 km te hard rijden. Gewoon, dat kunnen ze niet afpakken. Sowieso nu met die bak kan je gewoon zo laag liggen, rustig rijden. Dat sowieso, snap je. Nee maar, het gaat niet om laag liggen, we hebben haast man broer. Ja, dat is toch weer toch. Helle cash. Skittle stacking, ride or die, ketchup. Yeah. Wat heb je met Engelse titels? Ja. Ik weet niet man bro, je weet toch? Ik luister alleen maar Amerikaanse muziek ook, je weet toch? Ja, maar dus wat luister je eigenlijk? Ik luister heel veel naar, gewoon naar Pac nog steeds, je weet toch? Ik luister Future, vind ik de hardste artiest van het moment, je weet toch? Al echt een paar jaar. Maar je luistert dus wel echt heel veel Amerikaanse artiesten, ja, alleen man, Nederlandse man. Artiesten? Ik luister niet, man. Nee, niet echt. Ik luister naar check de hits en ik check de singles en ik check bepaalde tapes van bepaalde boys. Je weet toch, ik vind een Fake Nine keihard, ik vind een Momi keihard. Je weet toch, als ik praat over Nederlandse rap, je weet toch, dat is mijn shit waar ik van hou. Als je Nederlandse rap praat, je weet toch, een paar dreddies die ik zelf gewoon om me heen heb die gewoon rappen. Dat vind ik hard om te luisteren. Maar weet je wat ook is, broer? Wat we net zeggen, we zijn die game aan het uitspelen een soort van, je weet toch? Dus... Ik luister ook gewoon veel naar mijn eigen pokoe, als ik eerlijk ben, broer, je weet toch, in plaats van de andere man. Ja. Je zei net ook meteen als eerste Tupac. Ja, man. Is Tupac echt je grootste inspiratiebron geweest wat betreft muziek? Ja, man. En waar is dat echt begonnen? Welke leeftijd? Toen ik 12 was, man. Toen ik echt een genre ging kiezen van, hip-hop is wel echt mijn genre, je weet toch? Maar speelde dat een grote rol in je leven? Zeg maar, Ik heb Biggie geboycott tot mijn 19e, man. Ja? Wallahele. Ik heb niet. Dan ben je echt diehard fan, man. Ja, maar broer, hij was in de buurt ook die dreddy met wie ik was. Gewoon, je weet toch, al die dreddy met wie ik nu ook nog steeds, broer. Biggie draaide we. Is het nog steeds een beetje kaka wel eens, je weet toch? Ja, het is wel gewoon, het is echt lauw, je weet toch. Ik vind hem echt hard, je weet toch, Biggie. Maar het is nog steeds een beetje van... I know, Houston, fuck off. Zet all eyes on me op die hele album, broer. Esco heeft ons verteld dat als wij gewoon random een track van Tupac draaien, dat jij gewoon mee kan rappen. Je kan vaak gewoon afmaken. Vaak wel, man. Oké, zullen we gewoon eentje opzetten, man? Zet gewoon mensen. Kijken of het, hoe het gaat, zeg maar. Zo. Ja, man, bro. Wonder why they call me bitch. Wonder why they call me bitch. Wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. Looking in this thing, hate to start your game. But you and money, uncle woman, and you need a change. In the locker room, all the homies do is laugh. High fives, cause another nigga played your ass. You said you was easy, even easy. For what you need. And it's your thing, and you can shake it how you wanna. Give it a free, or make your money on the corner. But don't be bad and play the game. You're mad and change. Then you money motherfuckers call your name. Still looking for a way out. Oké, duidelijk. Veel mensen zeggen Tupac en zomaar dan. Nee, hou op man bro, ik kan die hele album bijna meer hebben. Bro. Ja, bro. Dat is motion man. En je zei bijvoorbeeld, je moeder die heeft muzikale invloed en zo gehad. Ja, en is het ook een beetje van, misschien ook iets van Egyptisch vaderkant? Mijn vader zegt altijd tegen mij, ja, ik deed theater ook vroeger. Ja. Nee, zo naar mijn daddy, je weet toch sowieso. Mijn daddy is ook gewoon iemand die echt van kunst en het leven houdt en muziek sowieso heel erg mooi vindt. Je weet toch vooral om Kultum en zo. Je weet toch, ik denk dat jouw ouders dat ook wel kennen. Ja. Ben je ook zeg maar ook gelovig opgevoed? Er is nooit aan mij, maar ik ben nooit gedwongen van, je weet toch, ik heb hier en daar meegekregen natuurlijk van mijn vader wat dingetjes. En mijn moeder is niet echt ergens in, ze is niet bekeerd of zo vroeger, dus zij is niet ergens in verdiept. En toen ik een jaar of 12, 13 was, toen mijn vader eigenlijk dus weg was,
En mijn oom is ook echt luidje, weet je toch? Hij is iemand die, ja, weet iemand echt die... baard en echt praktisch. Ja, 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 je weet toch? En op een hele lauwe manier, die weet toch, hij spreekt ook heel goed Nederlands. Mijn oom, dus hij vertelt ook heel veel mooie verhalen in de moskee aan de jongeren en zo, begrijp je. En heel veel jongens uit de buurt vroegen mij, waarom kom je nooit? Yeah. Vakken met jou, je weet toch? Want je oom was daar, maar jij kwam nooit, broer. Je weet toch? En eigenlijk ben ik sindsdien ben ik gewoon gegaan, man. Je weet toch? En, ja. Is het moeilijk dan om dat te combineren, zeg maar, geloof en het drukke leven die je nu hebt, zeg maar? Kijk, weet je wat is, broer? Ik ben geen rolmodel, vind ik. Je weet toch, je moet niet naar mij kijken van, joh, hij is een goede moslim. Je weet toch, dit, dat en hij... je weet toch, want je ziet wat ik doe, broer. Je ziet waar ik muziek over maak, jullie zien wat ik doe. Je weet toch, dus dat is niet hoe een moslim zich hoort te praktiseren. Maar kijk, ik voor mijzelf probeer ik wel mijn gebed zoveel mogelijk te doen. Ja. Je weet toch, mijn band met God is heel belangrijk voor mij, snap je? Ja. Maar ik denk dat je... jouw band met God gewoon in je hart moet hebben. Ja, het is ook weten op welke manier jij, wat voor jou belangrijk is om te praten. Ik vind dat gebed heel belangrijk gewoon, je weet toch? Ja. Bidden is belangrijk wat je ook doet. Maar hebben mensen daar wel eens kritiek op dan bij jou? Gewoon online en dat soort dingen? I don't give a fuck about that, man, broer. Je weet toch, broer, wat heb jij tussen mij en mijn relatie met mijn geloof te maken, broer? Wie heeft daar iets mee te maken, man, broer? Niemand kan daar iets over zeggen, überhaupt, man. Als zou ik helemaal niks willen praktiseren, dan is dat toch mijn keus, broer. Ja, ja. Je weet toch? Over Egypte gesproken. Je zei zelf al, je hebt twee zussen. Ja, heb ja. je gewoon nog steeds goed contact mee. Ja, ja. Hoe kijken zij trouwens naar hun grote broer op? Ja, iedereen is heel trots, snap je? Vooral mijn jongste zusjes, die zijn allemaal... Mijn jongste is 15, die woont in Egypte. En die andere is 17, die woont ook in Egypte. En dan heb ik hier nog eentje, die is net 18. Het mooie, hun zijn echt groot. Ja, en die andere eigenlijk ook, wat zeg ik nou? Eigenlijk zijn ze allemaal fan van me, man. Yeah, je weet toch, hun zijn helemaal verliefd op alles. Je weet toch, mijn schoonzus ook. Je weet toch, hun vinden het helemaal geweldig nu, man. Ben jij ook beschermend voor ze, zeg maar? Ja, natuurlijk. Kijk, weet je wat het is? Ik ken mijn zussen allemaal. Ik weet precies in tot hoeverre mijn zussen kunnen gaan en wat ze willen doen, zeg maar. Je weet toch, als de ene een keertje wil gaan stappen, kan ze gaan stappen, bij wijze van spreken. Als de andere een keertje met vrienden van school naar de bioscoop wil gaan. Begrijp je, wij zijn echt niet, je weet toch, broer, wij zijn allemaal lekker vrij, doen gewoon lekker wat je moet doen. Maar dat komt ook omdat we allemaal onze normen en waarden kennen, begrijp je? Je was bij ons natuurlijk ook in de uitzending en daar heb je ook gezegd dat vrouwen je hobby zijn. Ja, laten we dat fragment erbij pakken. Hey, fire, waarom doen jullie dit zo na die takkie? Wat is jouw hobby nu? Mijn hobby nu? Wat zijn je hobby's? Kickboksen, rugby, acteren? Ik zeg gewoon eerlijk, man, het is misschien raar om uit mijn mond te halen, maar vrouwen zijn mijn hobby, man. Ja, man. Ja, ben je echt een ladies, man? Gewoon Casanova? Stiekem wel, eigenlijk. Ik praat wel geen tijd. En ik heb ook heel weinig tijd. Dat is ook gewoon de realiteit. Maar en ik kan ook niet tegen hoofdpijn, baby. Je weet toch? Ik kan niet tegen hoofdpijn en appen. Ik app niet met je en ik doe dat niet, je weet toch? Maar ik pull op wel gewoon uit het niets en dan hebben we het echt super lauw. Je weet toch, kaarsjes aan en die shit. Ik ben wel benieuwd, heb je veel heartbreaks meegemaakt? Ik? Ja. Ik heb wel een paar. Vooral in mijn puppy love, je weet toch? Ja, ja, man. Hoe oud was je toen? 16 of zo, 17, man. Je weet toch? Is mijn hart wel een keer gebroken, zeg maar. Of hard gebroken. Ik had misschien een verkering zo een jaartje, anderhalf jaar of zo met een meisje. Ja, dat zijn toch? Je weet toch? Ja. Toen dat uitging was wel jammer, zeg maar eventjes. Is ketchup daar ook een beetje op? Die gaat ook daarover, ja? Ja, man. Maar is het moeilijk om dan iemand te vinden die, weet toch, die jouw leven. Ik vind het nu moeilijk. Ik vind het nu, als ik nu kijk, zit ik echt soms te denken van, ik ben 25, Amatie, ik wil, je weet toch? Trouwe kids. Trouwe kids over een paar jaar ook, inshallah, je weet toch? Maar dan... hoe dan? Laten we zo zeggen. Je weet toch? Huisje, boompje, heb je? Huisjes. Weet je wat het is, man, broer? Ik vind het heel moeilijk om ik ben heel erg met vertrouwen zelf ook moeilijk. Je weet toch? Ja. Ik ben heel erg, vertrouw mensen heel moeilijk. Ik denk dat een meisje uit mijn verleden al veel, dat ik daar al veel sneller mee in een vibe zit. Ja, van, ja, ja. Hey, weet je nog vroeger dat dit? Dat ik al veel eerder met haar lauw word dan dat ik met iemand die ik leer kennen nu, zeg maar. Ik weet niet, man. Sta je wel eens stil bij hoe hard het is gegaan? Heel soms. Ja? Ja, dat je even die want als je er stil bij gaat staan, dan sta je stil, hè? Dat is dat ding. Ja. Is dat ook een angst voor je, dat succes zeg maar weer nee, man, gaat dalen? Ik denk dat iedereen een tijd heeft van groot zijn en van misschien ietsjes minder groot zijn. En het is helemaal niet erg als je minder groot bent. Je weet toch, ik denk wel dat ik nog steeds in een stijgende lijn zit. Misschien vind ik het op het moment dat ik een klap in mijn gezicht krijg, dat ik opeens een tape een keer gooi en dat het helemaal niks meer doet. En je weet toch dat ik een clip gooi, dat het helemaal... Dat ik denk, hé, misschien dat ik het dan ga voelen. Maar ik heb het ook heel lang niet meer gevoeld, zeg maar, dat iets niet loopt of zo, zeg maar. Begrijp je? Nu ook als kroon op je werk, Helle Cash, yes. Je album, maar ook het label. Yes. Waarom wil je dat label eigenlijk opzetten? Wat was de gedachte erachter? Ik wil gewoon een imperium voor mezelf bouwen, man, bro. We hebben van klasse gebracht tot wat het vandaag de dag is. Ja. Ik ben ook nog steeds van klasse.
Kijk, ik breng wel mijn eigen muziek uit. En ik wil ook artiesten onder me hebben over een periode. Artiesten die ik net als mezelf van scratch naar een ander level kan brengen. En hetzelfde geldt ook voor beatmakers. En voor zulke mensen kan ik wat betekenen. En wie weet kunnen we het gewoon aan een heel groot level brengen met z'n allen, weet je, op die manier. En ik weet dat ik daar sowieso een grote voorhand of voorrol in kan spelen door mijn eigen muziek daar te releasen, man. Maar die onafhankelijkheid is voor jou echt fucking belangrijk. Het is niet zozeer fucking belangrijk, want als ik zeg, bro, doe jij dit en jij doet dit en het wordt allemaal goed gefixt en ik ben nog steeds een hype en mijn focus komen op nummer 1 en weet ik veel wat allemaal, dan is het all good. Ja. Maar ik ben een ondernemer. Ja. En dat is dat ding, snap je? Wanneer ik een clip met iemand maak, is niet alleen dat we een clip hebben gemaakt. Ik heb ook die mensen leren kennen. Ik kijk naar wat hun doen. Ik kijk naar wat hun gebruiken. Ik kijk naar wat zijn de kosten. Ik kijk naar wat is er nodig. Ik denk, maar waar zouden we hierop kunnen besparen? Ja. Begrijp je, broer? En dat is ook de reden waarom ik Hella Cash ben gestart. Omdat ik zelf dingen wil doen, zeg maar. Weet je, en niet, het is niet dat Van Klasse dingen voor mij slecht deed of zo. Helemaal niet. Nee. Maar niemand zit op jou zoals jij op jou zit. Maar is dat ook om meer geld te verdienen? Natuurlijk, broer. Ja. Natuurlijk is het ook om meer geld te verdienen. Het is sowieso, ik denk dat elke onderneming die jij start is om meer geld te verdienen, lijkt me, toch, zeg maar. Maar het is niet alleen om meer geld te verdienen, want geld verdien ik wel, snap je? Ja, ja. En Esco verdient ook wel zijn munt. Het is ook niet dat Esco veel minder gaat verdienen of zo. Maar je weet toch, Esco gaat echt niet minder verdienen door deze grap, snap je? Dus de hele tory erachter is, bro, we hebben nu Van Klasse opgestart, toch? Ja. Maar stel je nou, ik val nou nu weg, we hebben het over hadden, van carrière. Ja. Nou, wat heb ik? Precies. Heb ik platen aan de muur, maar dan heb ik geen imperium of iets gebouwd. Nee. Ik heb hem wel gebouwd, maar alleen de stenen gelegd, zeg maar. Snap je? Dat vind ik all good, je weet toch? Want dat heeft mijn carrière gemaakt, je weet toch? Van Klasse. Het heeft gemaakt wie ik ben, dat heeft ons allemaal gemaakt wie we zijn. En dat kunnen we ook niet links laten. Maar daarnaast wil niet zeggen dat ik daarnaast ook mijn eigen imperium nog kan opbouwen, toch? Ja. Je hebt jezelf altijd gelabeld als een lieve jongen met een kort lontje. Yes. Is dat lontje een beetje langer geworden met de tijd? Sowieso, man, bro. We zijn altijd in positieve vibes, toch? Dus geen reden om boos te zijn, eigenlijk. Mm. Alles gaat goed, we hebben geld. Je hebt zoveel van 5 jaar? Loaded, miljonair. Ja. Komt goed. Laten we geen cijfers noemen, maar het komt goed allemaal. Ja, we blijven in de gaten houden, man. Dank je wel. Thanks, man. Dank je wel, man. Bro, het zit erop. Yes, man. Je hebt de Skittles niet achtergelaten. No, man, bro. Dit gaan binnen Oslo. Vond je het leuk om te doen? Ja, maar sowieso, man, van jullie. Ja, man, goed verhaal, man. Nice. Dat was heel chill. Nou, Josilvio, thanks voor komen, man. Shout-out naar jou. Jouw album Hella Cash komt binnenkort aan. Wanneer komt hij? 23 februari. Ah, man, dus ga dat checken. Stream die shit! Ja, man. Vergeet ook niet te abonneren op First. Stream die shit. Like en subscribe. Tot de volgende keer. Let's get it.